Hallo, ik ben Ilse Assendelft. Ik ben 13 jaar oud. Ik heb een gedicht geschreven vanuit de gedachte van iemand die in een oorlog zit. Mijn gedicht heet Oorlogpijn. Vreedheid, pijn, angst, verlies. Dat zijn de woorden die in mij opkomen als ik om me heen kijk. Als ik denk aan de oorlog. Ik hoor huilende mensen die roepen, maar vooral mijn gedachten. De gedachte van wanneer houdt het op? Wanneer stopt dit? Wanneer ben ik vrij? Hoe lang nog? 1 maand, 8 maanden, 3 jaar? Ik weet het niet. Ik wacht maar tot het stopt. Tot ik vrij ben. Ik droom over vrijheid. Maar als ik dan wakker word, zie ik de realiteit. De waarheid. Schoten, pijn, angst. Mijn leven.